Ik wist niet dat jij het veilig deed, mama. Wat bedoel je, kindje? Oh, nou, die zullen dan wel mooi van jouzelf geweest zijn. Mama, de laatste keer dat ik condooms gebruikte was toen de mens paleontologisch gezien nog geen zoogdier mocht worden genoemd. Oh. Dus dan moeten die condooms van jou en papa zijn. Toch, mama? Ja. Is dit een goed moment om mijn maandelijkse garage nog eens ter discussie te brengen? Alleen als jij mij belooft dat je altijd met een condoom... Neukt, mama. Neukt. Ja. Excuseren mogen. Omdat ze de huur betaalt, vindt mijn moeder dat ze recht heeft op een eigen sleutel. Officieel om mij in de peiling te kunnen houden. In werkelijkheid om met haar minnaars overseks te kunnen plegen. Mijn geld, mama. Och, ja. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Zo, en... Hoe is het met Max? Goed. Hij is net vertrokken. Oh? Het leek me zo'n leuke jongen. Hij ging naar New York, weet je nog? Shakespeare. Ach, ja, dat was het, ja. Nou, dat is fijn. Ik ga mijn grote liefde een jaar niet zien en jij noemt dat fijn. Is hij jouw grote liefde? Mijn dochtertje is echt verliefd. Oh, zo schattig. Ik ben niet verliefd. Oh. Nou, dan is er ook geen probleem. Ik wil alleen maar zeggen dat er in een relatie twee soorten van trouw bestaan. Liefdestrouw en sekstrouw. Kijk, bij jouw vader vind ik liefde, diepgang en rust. En Antonio, Anand, Kostas, Mustafa zijn er voor de plooien in de lakens. Voor die momenten in het leven dat onze onderbuik het winnen van onze hersens. Dat euforie, extase, wanhoop. Tot de volgende keer. Dag, lieverd. Oh, dag, schat.